Quinn is onderweg met zijn A45 AMG. Wij gaan vandaag meerijden met CC Rally. De dyno is op dit moment nog leeg, maar er gaat verandering komen, want Quinn is onderweg met zijn A45 AMG. Zoals jullie weten, hij heeft al eerder hier op de dyno gestaan, toen de tijd voor een stage 1 afstelling. Maar vandaag gaan wij een stage 2 voor hem afstellen. En de reden is, hij heeft een nieuw uitlaatsysteem. Zijn Armitrix zit er nu volledig onder, dus zijn katalysator is weg en er is een downpipe geplaatst. Dus dat betekent opnieuw afstellen. Nou, zoals jullie zien, een hoop auto's zijn er vandaag. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar er ligt iets aan de lader van deze Mazda. Ook over deze auto gaan we nog een vlog opnemen. Die staat nog op de planning. Ik weet niet voor welke vlog voor wanneer. Maar jullie gaan zeker nog meer horen over deze ontzettend dikke Mazda MPS. Met 560 pk. Van mij komt het. Ja. A45. Maar wat heeft deze motor dan gedaan? Wat een entree! Daar zijn we! Welkom! Wat leuk je even weer te zien. Ja, leuk! Jongens, Quinn is gearriveerd, het is niet in scène gezet. Dit was gewoon, ja, puur natuur. Ik was er ineens. Ik had nog een vraag aan jou, want weet jij nog, wat scoorde jij toen hier met de stage 1? Wist je dat ik nog steeds de papiertjes heb bewaard? Alleen niet meer in de auto, die heb ik er laatst uitgehaald. Maar wat scoorde ik vorige keer met stage 1? 427 of 29 pk? Even spieken, hè? 427 of 29? Nee, 19. Nee. 21. Nee, dit is je eigen auto. 421? 423. Ja. En, knip, zilver, knip. Nee, 423 en newtonmeter, ik weet niet precies, maar 100 meer. 102 meer? Ja. Nee, 120 meer. 120 meer? 102. Ja, nee, 102. Dus dat is rond de 550, 560 newtonmeter. Maar dat boeit natuurlijk niet meer, want we gaan er vandaag opnieuw stage 2 afstellen. We gaan even een stukje rijden met Quinn. Ja, gewoon even benieuwd naar het geluid natuurlijk, want dat is een stuk dikker geworden. Ja, zeker dikker geworden, dat sowieso. Ik ben echt zoveel blijer mee. Holy shit. Oké. Ik word bijna misselijk hier. Moet ik gelijk naar binnen? Ja, rij maar gelijk naar binnen, ja. Oh, zin in! Zoals gewoonlijk, even uitlijnen, de rem is er uiteraard af zoals je ziet. We hebben lekker gekleurd op de auto. Stickertjes zitten erop. En dan een andere toon? Nou ja, onze Insta. Erg goed bescherm. Ja, probeer het op te zetten. Ik ben niet zo heel goed in tekenen zoals je ziet. Maar het staat erop. Vraag niet hoe. Het kan beter, het kan ook slecht. We gaan dit afzetten. Vals bezig met de kettingen eromheen te leggen. En ik denk dat we 4 spanbanden gaan gebruiken achter, maar dat gaan we zo zien. Ik ga pas voor het sleepoog monteren en de spanbanden pakken. Inmiddels vast en wij gaan zo beginnen met de eerste voormeting. Ik hoorde net van Quinn, hij heeft geen foutmelding nog op zijn lambda-sonde, want hij heeft een downpipe geplaatst gekregen. Normaal gesproken zie je dan dat er een fout ontstaat op de lambda-sonde. Die heeft hij niet, dat is wel raar, hij heeft geen lambda-fout. Misschien toch even uitlezen zo. Remy, ben je er klaar voor de... Zeker, laat maar komen. Laat maar komen. Nou, ga lekker zitten dan. Oordoppen moeten uiteraard weer op. Quinn heeft het op. Jij hebt alleen. Alleen wij nog niet, Jan. Wat een groot hoofd heb je eigenlijk. Jeetje. Mag ik even meten? Laten wij eens even gaan meten. Laten we dat doen. Lekker geluid, hè? Die pops zijn echt wel een stuk beter. De auto van Quinn is klaar. We hebben 427,5 met een koppel van 636,1. Dus vooral in torque is hij behoorlijk geglommeld. Nee, we hebben behoorlijk koppel erbij in ieder geval, dus dat is wel fijn. We gingen van 570 newton meter, stage 2 ton naar 636.
Dus dat is niet mis. Dus prima. Dat is flink. Ja, dat is flink. Oké, dit is wel redelijk bizar, zeg maar, dit geluid. Dit is echt niet normaal. Dit is echt zo hard. Holy shit, gast, wat? Niet te doen. Het lijkt dat geslaagd, hè? Hij lijkt, is veel harder, hoor. Hij is echt hard. Ja, dit is mooi. Dit is wel heftig, volgens mij, of niet? Maar ik niet. Hij hikt niet. Hij houdt zich goed. Dus dat wordt... wordt rijden, vriend. Yes! Niet te doen. Dat is ziek, hè? Dit is echt vet. Maar hij is echt wel sneller. Ja, jij weet dat natuurlijk niet echt. Maar ik merk dat wel echt. Echt niet te doen. Kijk dan, what the fuck? Ik geef amper gas bij, hè? Zo, dat begin was snel. Zo, dat begin. Op het begin gingen we echt veel harder, jongen. Hij steeg bijna op, hè? Zag je? Ja, niet normaal, hè? We vlogen bijna. Holy shit, gas. Wat ziek. Wat ziek. Nou, volgens mij is Quinn erg tevreden met het resultaat. Ja, kunnen we wel met zekerheid zeggen. Heel blij. Missie geslaagd. Zeker, zeker. Ja, forse knallen. Hoeveel vermogen hebben we nou eigenlijk echt toegevoegd? Het verschil, weet iemand dat? Kan iemand dat benoemen? PK is zeg maar 10. Ja? Nee, nog niet eens. Ongeveer, nou, nog niet eens 10 PK. Maar met name koppel. Ja. Dus met name koppels toe. Even een vrolijkheidslandje. Grote blij zien. Nou, volgens mij zijn we helemaal ready. Ja, bedankt. Top. Helemaal vet. Ik ben er blij mee. Blauw duimpje. Dank je. Ik ga je een box geven. Ja, dank je wel voor je komst. Hou hem heel voorzichtig. Ja, komt goed. En hopelijk weer natuurlijk tot ziens. Ja, tot ziens. Sowieso. Sowieso. Goedemorgen. Oh, het is koud. Laatste dagje sneeuw en ijs, denk ik, hè? Straks gaat het weer door. Maar we zijn hier in... Bilthoven. We zijn in Bilthoven. Een hele goedemorgen. Wij gaan vandaag meerijden met CC Rally. We zijn uitgenodigd door Jasper. Jasper is een goede bekende van ons. We hebben ook onder andere zijn groene RS6 getuned, is geregeld bij ons op de bank geweest. En ook vele rijders van de CC Rally zijn inmiddels ook bij Tuning Service geweest. Dus die gaan we denk ik ook zo wel tegenkomen. Ik zou in ieder geval een hoop bekende namen die meerijden. Meer dan 60 auto's. Ja, voor mij is het nieuw. Ik heb dit nog nooit eerder gedaan. We hebben een locatie gekregen waar we heen gaan. Dat is in Bilthoven waar we nu zijn. En we krijgen een route digitaal. En dat is wat ik weet. En een lunch tussendoor. Dus ja, ik laat mij verrassen. Ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga wel even op de route letten, Jelle, want we gaan natuurlijk niet crashen vandaag. Nou, we zijn aangekomen bij Ivo, de aanmeldlocatie, hier in het mooie bossige Bilthoven. Hoi, goedemorgen. Kijk eens even, Tuning Service rijdt ook een keer mee. Tuurlijk, we zijn een keer bij. We zitten meteen op de vlog. Ja, we zijn aan het vloggen. Ja, dat moet ook, hè. Nee, de prijsvraag voor jou moet voor jou een eitje zijn. Want het PK's van Jasper. Ja, nee, van alle auto's bij elkaar. Rekens, we zijn rekensom. Dat is een hele rekensom. Maar ja, er zit er dan ook bij die jij getuned hebt. Dus er zit een hoop klanten bij. Dus we gaan zo eens even rekenen. Eens even kijken hoeveel pk we gaan gokken. Kijk wie daar Jasper, goedemorgen. Ja, op de baas. In de kou, helemaal lekker hier. Goedemorgen. Voor jullie een goodie bag. Dankjewel. Er zitten muntjes in voor de lunchlocatie. En dit is muntjes voor hier. Om een lekker drankje te halen. Dat gaan we als eerst doen. Daar hebben we zin in. Koffie. Hebben jullie verdiend. Lekker. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Appelstroedeltje erbij, zoals heerlijk. Zullen we bij de apres-ski zijn? Het voelt inderdaad een beetje als wintersport en tijd voor apres-ski. Of dat we nu zo iets. Een hoop gebrul, pops en banks. Zo eens even kijken wie daarna het allemaal, wie ik allemaal ken vanuit de Tuning Service. Zeg maar. Er komt hier wel genoeg leuk spul binnen. Ik ga lekker cappuccino doen. Ja, volgens mij is iedereen er inmiddels. Sven en Koen zitten klaar. Zijn uit de sneeuw. En anders gaan we er even duwen. Maar de bedoeling is dat we nu ergens gaan starten. Volgens mij gaat het gebeuren. Het gaat zeker gebeuren. Laten we alles heel houden. Dat is een aardig goed idee. Ik begin er echt wel zin in te krijgen nu. Met al die auto's. Ja, ik ook. Ik vind het wel even spannend. Dit zijn echt wel weer typisch Nederlandse plaatjes trouwens. Kijk even gewoon voor ons. Allemaal mensen op het ijs. Allemaal mensen aan het schaatsen. Echt super gaaf om te zien. Lang geleden dat we dit hebben meegemaakt.
Nou, we zijn inmiddels weer een beetje bijgetrokken, zeg maar. Er zitten wat auto's voor ons. Geen idee hoe ze allemaal voor ons zijn gekomen, want wij volgen netjes de route en rijden best wel leuk door. Er zitten nog een paar auto's achter ons, dus ja, we moeten even een beetje tempo maken om bij het clubje te komen. We zijn in het mooie Wageningen aangekomen, jongens. Ja, we hebben heel wat plaatsen weer gehad. Wageningen. Volgens mij komen we steeds meer in de buurt bij de groef. Bij de groef. Ja, ik voel me een beetje buitengesloten. Alleen. Verstoten door de groep. Over 5 kilometer zijn we bij ons lunch. Lunch. Ik heb wel honger, ik lust wel wat. Ik ook, met een zin in een broodje. Even zin om uit te stappen, even lekker de benen te strekken. Ja. Nou, inmiddels zijn er een hoop auto's gearriveerd. Jelle en ik, Jelle, wij hebben... Honger. Wij hebben honger. Echt fucking honger. wij hebben echt ontzettend honger. Oh, en een toplocatie hebben ze geregeld. Alles is echt zeer goed georganiseerd. Ja, Jasper, goed geregeld. Ja. En trouwens, die mooie bus hierachter, die bus, die gaan we binnenkort ook even tunen. De camerabus van Gijs. Dus dat... Je mag wel wat pk's gebruiken. En hoe. En hoe. Eerst even snel eten. Lunch halen. Eenmaal, ik weet niet of de mosterd bij gewenst is. Denk ik rust. Dat is gek. Nou, we gaan eens even kijken. Jasper, trouwens echt top georganiseerd allemaal. Dit moeten we vaker gaan doen. Ik nodig elke keer uit, maar je komt maar niet. Ja, een dingetje met tijd. Maar ik ga hier echt meer tijd voor maken. Auto's. Ja. Ja, we gaan weer door. Deel 2 op naar Nijkerk. Nijkerk is het eindpunt. Nog 80 kilometer te gaan. Dit gaat wat worden. Boas rijdt achter ons. Lekker door. Ja, nou, na de actie van Boas, misschien niet de actie van Boas net, maar van die Seat die van rechts naar links zich wilde verplaatsen, zijn we alweer voorbij gekomen, want dat ging allemaal net goed. Was wel, maar net goed is ook goed. Ja, net goed is ook goed, ja. We hebben het toevallig ook op beeld. Maar ook weer een weg hier, jongens. Sneeuw, pekel wat opstuift, bomen. Ja, nog 66 kilometer te gaan naar het eindpunt. Vandaag laatste dagje. Het is inmiddels alweer 2 graden boven nul. Helaas. Op naar de zomer. Zo. Ja. En weer normaal zomervakantie kunnen hebben. Op naar een normale tijd. Daar ben ik echt wel aan toe. Ik ben niet de enige, denk ik, hè, die graag op vakantie wil. Wat is het eerste wat jij gaat doen op het moment dat alles weer mag? Wat is het eerste dat je zegt, echt, dat ga ik doen? Ik ben wel benieuwd wat jij zou doen. Ik zou als eerste uitgaan. Maar ik ben benieuwd wat... Wat jullie doen, dus laat een reactie achter in de comments. En hier, vliegtuig. Vliegtuig. Nou jongens, we zijn bij ons eindpunt hier in Nijkerk. Bijna. Bijna, een heel klein stukje. Dikke R8 nog steeds voor ons. Het geluid is echt niet normaal, hoe heftig. En vooral als hij terugschakelt. Ik zou denk ik zelf wel helemaal gek worden hoor, na een tijdje als je hier dagelijks inrijdt. Dat is een hoop heen, maar wel mooi. Dus nu nog even auto parkeren en even aanhoren hoe ver. Ik vond het wel hartstikke leuk om het mee te maken, de eerste keer CC Rally. Nou, we zijn aangekomen op de eindlocatie hier in Nijkerk. En ja, het was echt super gaaf. Super bedankt dat we mee mochten rijden. En we gaan zeker nog een keer mee en Remy en Paul moeten mee. Jullie moeten mee, gezellig. Jasper is even snel vertrokken, want blijkbaar is er iemand tegen een andere auto aangereden. Het schijnt mee te vallen, maar gewoon zo'n klein kusje zo. En dat op Valentijn. Ja, voor nu ga ik zeggen jongens, weer bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Laat even je reactie achter in de comments. Een blauw duimpje natuurlijk niet te vergeten. En ja, ik zie nog steeds een hoop van jullie zijn niet geabonneerd. Dus doe mij een lol, vind je dit nou leuk? Vergeet niet te abonneren. Dan wil ik zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Stay tuned.